We zijn hier in Stabroek bij het huis van onze baas en het is vandaag dag van de baas. Daarom hebben we ontbijt op bed bij voor Robbie, maar eerst spelen we de grote slaapkamerquiz. Ik weet niet of deze een goed idee is. Ik weet niet of we vanavond nog werk hebben. Goedemorgen! We hebben ontbijt op bed bij Robbie, maar eerst spelen wij de grote slaapkamerquiz. Dit is Maarten van Kwali en ik ben Dorothee Douwe. Welkom bij deze dag van de baas. Ben je klaar voor de eerste vraag? De vraag is heel eenvoudig. Welke cocktail is dit? Een slechte. Dat is een fout antwoord. Dat is een fout, ik weet het niet. Denk aan de zonsopgang. De tequila sunrise. De eerste vraag is binnen tijd voor vraag nummer 2. Rangschik deze medewerkers van jou op leeftijd. Staramille, Vincent Vieren. Staramille, Vincent Vieren en Dorothee Douwe. Van jong naar oud. Alle drie. Oud. Midden oud en jong. Ja. 2 op 2. Dan zijn we bij de laatste vraag aanbeland. Die is heel eenvoudig. Je bent een baas, dus een baas hoort een das te kunnen knopen. Oké. Okay. Haalt hij een 3 op 3? Dit wordt spannend. Kijk eens. Ja, tuurlijk. Met mijn ogen toe. Die kan dat gewoon. Ja, dat is impeccable. Voilà. Wow. Fantastisch. Wat een topbaas. Dus het is heel duidelijk. Je hebt een ontbijt op bed verdiend. Proficiat. Dank u. Een ontbijt op bed op deze dag van de baas. Maar het is nacht. Laat het u smaken. Dank je wel. Ik was Maarten van Kwali. En ik was... En dit was de grote slaapkamerquiz. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Q Music. Sorry. Moeten we dat terug hebben hierop? Nee, je mag dat houden.